Zoals u ziet staan we bij de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Want afgelopen dinsdag is er een wet aangenomen die zegt dat we vanaf nu 12% omzetbelasting gaan betalen. En wij willen weten wat voor impact dat precies gaat hebben op het volk. We praten daarover met de voorzitter van de associatie en dat is de heer Wilgo Bilkerdijk. Meneer Bilkerdijk, 12% omzetbelasting, wat betekent dat? Laat me proberen dat politiek correct te zeggen. Het is eigenlijk wat je niet wil hebben. We hebben dus in de staatsraad, bij de behandeling in de staatsraad, hebben we ook gevraagd dat er absoluut rekening mee wordt gehouden dat de productiesector wel moet worden gefaciliteerd. En in principe, je hebt al stemmen erop gaan dat de prijs omhoog zullen schieten. Ik denk dat inderdaad dat verwachtbaar is, maar daar had de politiek rekening mee moeten houden. Maar onze roep vanuit de ASFA is niet zozeer die zorg alleen, maar meer nog dat je dus die lokale productie niet stimuleert. Je wil wel hebben dat je die zeker in het terugval van de economie wel stimulerende maatregelen treft. En belasting verhogen is niet één van ze. Je wil juist hebben dat je dus in principe, je moet juist goedkoop geld, kapitaal binnenbrengen om die lokale productie te stimuleren. Dus dat mis ik een beetje. Er zijn wat signalen, maar ik kan niet zeggen dat die signalen hard worden gemaakt tot nu toe. Dus daar kijken we naar uit. Maar het moet echt wel komen. Je wil wel die lokale productie stimuleren. Je wil in principe de import van gereden producten minimaliseren. En ik zeg niet stopzetten, voor alle duidelijkheid, zodat men dat wel goed begrijpt. Want ASFA propageert niet import stopzetten. We zeggen wel van, hey, saneer dat ding. Want je geeft te veel dollars uit. En als huisvader, als beleidmaker, weet je wel dat je dus mensen, als je daar die mensen overlaat, willen ze alles. Toch? Jij moet eigenlijk leiding geven. Jij bent als leader, geef je richting aan waar we naartoe gaan. Maar je moet ook goed duidelijk zijn en eigenlijk ook wel houden aan de principes ervan. Want het kan niet zo zijn dat je maatregelen treft voor die samenleving en dan hou je jezelf niet eraan. Aan. Dus maar hoe gaan we het merken, die 12%? Hoe het gaat werken? Ja. Je gaat het op de schappen merken. Maar ik ben blij met dit interview, omdat ik ook hard wil stellen dat die verhogingen killing zijn voor meer de productie als voor de handel. Handel is er minder zorg om. Zij gaan gewoon dat ding doorberekenen. Bij de productie zit je van iemand, je wordt een ongunstigere positie om te competen. Dat is eigenlijk meer onze grootste zorg. Maar heeft de minister wel met het veld voeling gehouden voordat hij tot deze stap is overgegaan? Laat me het zo zeggen, we hebben als ASFA, zei we dus, en dat is niet de luxe die elke organisatie heeft, vanuit de private sector zei de ASFA en de VSB die in feite in die gelukkige omstandigheid zijn om deel te hebben in de staatsraad, ook in sociale economische raad overigens, maar in de staatsraad komt het voorstel wel, krijg je het voorstel wel onder ogen. En daar hebben we in feite zwart op wit eigenlijk ons commentaar op gegeven, we hebben juist gesteld, en dat gaat eigenlijk, veel mensen gaan het niet leuk vinden, maar wij zeggen van als je geld nodig hebt, zoek het dan desnoods bij de import. Want dan ontmoedig je een beetje die reguliere importen, terwijl je juist die lokale productie gaat stimuleren. En dat is eigenlijk iets dat we waarschijnlijk een beetje nadrukkelijker moeten stellen. Nu is het een feit hoor, dus eigenlijk we hebben dus in de staatsraad hebben we dat heel hard gesteld, nogmaals zwart op wit gesteld. En uiteindelijk neemt DNA een keus en ik zag ook op social media die reacties van het volk, want eigenlijk jouw volksvertegenwoordiger zit daar en dan nemen zij een wet aan die jou gaat killen. Dus eigenlijk dat is iets zo food for thought voor de mensen, maar kortom voor ons als ASFA geldt dat je wel productie stimulerende maatregelen wil treffen. En het is op verschillende manieren. Een van ze is zeker belastingsincentives, dus juist incentives die juist omlaag gaan. Voor een x-periode, zeg van hey, 2 jaar, 3 jaar, dan krijg je een tax holiday of een schaalverlaging. Zodat je kan bewegen, je kan move. Je houdt daarbij ook nog jobs. En dus als mensen jobs hebben, kunnen ze een aantal dingen wel betalen. Nu heb je hoge mate van werkloosheid. Men dat onderschat dat. Maar die informele sector leeft niet vanwege die lockdown enzovoorts. Maar in ons is ook in Suriname is bijna 80% tot 90%. Van de economie is in de informele sfeer. En daar heeft de overheid totaal geen grip op. Ja. Maar ik vraag me dan toch wel af, want dit is een maatregel op zich, maar er worden ook andere maatregelen getroffen en de werkende klasse zegt, maar je verhoogt mijn salaris niet.
Kijk, dus eigenlijk die discussie van salarisverhoging versus maatregelen werk die voeren. Ik denk dat de vakbeweging daar een goede job in doet. Wat er wel is, je wil die maatregelen waar u een beetje naar refereert, één van ze zou moeten zijn, stimuleer de maatregelen toch? Dus productiefinanciering. Die productiefinanciering slash ontwikkelingsfinanciering, daar wachten we op. Want die andere dingen komen snel toch? Dus eigenlijk OB en Akisnel, die zijn Akisnel erop. Maar die andere maatregelen komen niet. Want je wil wel nogmaals met heel veel nadruk die lokale productie moet je stimuleren. Om zoveel redenen. Het is niet één reden. Ja. En die reden is zeker niet om mensen rijk te maken. Je wil jobs garanderen, je wil je importen, wil je minimaliseren, je wil exporteren. Dat soort dingen wil je doen. Dus er zijn meerdere redenen waarom je dus faciliteerd moet zijn naar die lokale productie. Maar moet de ASFA dan niet meer zijn tanden laten zien? Gebeurt dat misschien niet genoeg? Ja, we gaan een lastige opmerking maken, maar het zij zo. ASFA doet dat niet voor, toch? We praten in de SER met die mensen, we praten in de STASA met die mensen en op andere platforms. Je praat ook one-on-one met de ministers. Samoren om ons doen. Moeten we dat lam leggen? Is het in onze portefeuille? Maar zeg maar, als het eigenlijk afhankelijk van wat er gebeurt, we leggen ons altijd bij wat er gaat gebeuren. We wijzen altijd wel de beleidsmakers van, hey, be sharp, wees visionair. En dat is eigenlijk als aantien, zijn zomaar. Hè? Dus, maar als jij die hebt, dan geef je stof. Maar bagatelliseer het niet. Doe niet alsof ASFA nog belangrijk is, want ASFA heeft gezegd, is niet belangrijk. Want je krijgt de rekening, we hebben voorbeelden van, niet zo lang terug, 25 mei was een voorbeeld van waar we beleidsmakers zeggen van, hey, let hier op je tory. En vandaag de dag kunnen ze alleen op de oppositiebank kunnen ze nog wat roepen, maar het heeft geen effect meer. In de oppositie, op de oppositiebanken heeft het geen effect. En als je erop zit, in de coalitie, you better do your job, a good job. De ASFA zegt dus, ga nog meer de productie stimuleren. Zo al dus het gesprek met de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Wilgo Bilkerdijk.